Goedemorgen, welkom voor de redactie van Computer ID in Haarlem. We zijn even naar buiten gegaan omdat het eindelijk mooi weer is en niet meer regent. Dit is de nieuwsflits van maandag 11 november, waarin we het onder andere gaan hebben over een proef die Arriva is gestart met het inchecken in bussen en treinen met je smartphone. Dus daar heb je geen OV-chipkaart meer voor nodig, maar kun je gewoon een app downloaden om in de bus en de trein te gaan zitten. Erg interessant. Meer daarover op computerid.nl, waar je ook kan lezen over Instagram, die strenger op gaat treden tegen de handel in drugs en wapens en medicijnen op de fotodienst. Wie een foto ziet waar drugs of wapens op te zien zijn, kan die melden aan Instagram en dan zal die sneller worden verwijderd dan normaal gesproken. Verder kun je op ComputerID de top 10 Kickstarter projecten van dit moment bekijken in een video-item. Deze lopen uit een van stylus pennen tot boeken tot een fietsslot wat je kan ontgrendelen met je smartphone. Dus zeker de moeite waard om dat video-item even te bekijken. Vanmiddag op ComputerID de video-review van de LG CinemaScreen monitor. En wat deze monitor zo bijzonder maakt en wat hem onderscheidt van andere computerschermen, dat moet je vanmiddag checken op computerid.nl. Kortom, weer meer dan genoeg reden om de hele dag computerid.nl goed in de gaten te houden.